Ik heb het vaker gezegd. Vroeger zagen wij de Amerikanen als voorbeeld voor hoe het beter zou kunnen. En sneller zou kunnen, efficiënter zou kunnen. Denk aan autoproductie, dat soort dingen, staalproductie. Tegenwoordig weten we, is Amerika een ideaal, fantastisch voorbeeld van hoe je vooral alle dingen niet moet doen. En dat is enorm leerzaam. Het is namelijk een enorm rijk land op een heel hoog technologisch niveau. En tegelijkertijd maken ze de ene blunder na de ander, ook beleidsmatig. Je kunt ook zien hoeveel, ik las een idioot stuk, hoeveel Amerikanen eigenlijk de beslissing nemen om naar West-Europa te verhuizen. Omdat je daar met je ziektekosten, je algehele sociale systeem, dat je niet voortdurend zoals in Amerika aan de heidenen bent overgeleverd. En andersom? Nou, ik weet niet hoe groot de migratie is uit West-Europa naar Amerika. Die zal er wel zijn overigens. Ja, nee, je hebt allerlei mensen natuurlijk die de hele wereld rondtrekken. Ik weet wel dat ik ooit voor expats in Los Angeles 2 lezingen heb gehouden. Overigens op verzoek van de universiteit. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zat. En nou ja, een enorme groep Nederlandse expats, ik weet niet hoeveel. Tienduizenden Nederlanders er in L.A. bleken te wonen. Ja, die waren natuurlijk niet altijd maar naar die hele lezing, maar dat werd me verteld. En wat me opviel, dat ze allemaal enorm kritisch op Nederland waren. Een klote land, en ik kon daar niks. Als je een beetje geld wilde verdienen, moest je in Amerika wezen. Dan met dit type van praatjes. En altijd als bij wat doorvragen bleken, zei ik allemaal van plan te zijn om zodra ze de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt om te verkassen naar Nederland. Ja, wel weten dat natuurlijk daar de zorgende overheid aanzienlijk prominenter aanwezig is dan daar. Waarom we dus ook in de afgelopen kwart eeuw ook hier weer hebben geprutst aan de zorgende overheid, het is een raadsel. Heb jij ooit overwogen om, je hebt daar natuurlijk een tijd onderzoek gedaan, maar om daar je voor een paar jaar te vestigen in Amerika? Ja, daar heb ik wel eens aan gedacht. Maar we kijken meteen afgeschoten. Ik had een werk en een vrouw die meer verdiende dan ik. Een beetje lullig om je aan het werk van je werk en een vrouw die meer verdient dan jij een eind te maken. Omdat jij een beter gelezen wil worden in wetenschappelijke bladen. Nee. Bovendien, ik ben echt wat dat betreft conservatief is de pest. Het hele idee dat ik niet op een zondagavond naar Wageningen kan rijden. En dat ik in het vliegtuig zou moeten stappen om eerst naar Chicago te vliegen. En dan naar Schiphol en dan daar met de auto naar Wageningen. Nee, dat. En natuurlijk de taal. Ik bedoel, dat je. Dat leer je snel genoeg, toch? Nou, niet zoals mijn moedertaal. Ach, echt niet. Maar als je iedere dag spreekt. Dat is geen grotere misvatting dan al die Nederlanders die denken dat ze die talen goed spreken. Laat staan Engels. Hè? Oh my god. Ja. Ik heb het al eerder nagedaan.